En het fluitsignaal klinkt. De wedstrijd is begonnen tussen DVS en Terlede. Goed dit. Nicky van Hilten heeft wat ruimte. Kan een beetje opstomen. Geeft de bal aan Stef Nijland. Ali Akla. Dat is een goede bal. Want Stef Nijland is doorgelopen. Dan komt die bal. Nicky van Hilten gaat schieten. Dan moet eerst de ingreep van aanval. De keeper. Schitterende aanval. Heel mooi. Helaas niet helemaal soepel afgemaakt. Prima paas, Stef Nijland. Omar El Ghazouani trekt naar binnen. Zet de bal voor. Ali Akla helemaal vrij. Wat gebeurt daar? Vlag blijft ook gewoon naar beneden. Grensrechter, ja, die vlag er niet. Tim van den Berg. Lars Huber. Frank Olijven. Stef Nijland. Zit ze weer goed uit deze aanval. Voorzet. Ali Akla niet gevonden. Met Maarten van Dijk met een schot. Goed schot. Oh, en dan valt 1-0. Een mooie knal. Ja, mooie goal. Lekker strak. Ik denk dat de keeper hem heel laat ziet, want hij reageert niet. Ja, klopt. Maar het is hier 1-0 voor DVS. Maarten van Dijk. Heerlijke knal. Goeie goal. Goeie aanval weer. De derde aanval is raak. En zo staat de DVS hier op een 1-0 voorsprong. Doelpuntenmaker Maarten van Dijk. En dat vinden wij leuk. Hensbal. Bart van der Weijden. Nee, er wordt ergens anders voor gefloten. Wou hem snel nemen, maar... Beetje irritatie. Bal moet op zijn plek. Dirk Hoekstra achter de bal voor Terlede. Sam de Wit hoog de lucht in. Bal valt daar nog achter. Oh, mooi schot, mooi doelpunt. Zo, Mark de Kruis. Dat is een hele snelle gelijkmaker hier. In de 12e minuut. Frank Olijven. Ali Akla. Ja, dat is een vrije trap. Nou, licht aangetikt. Kolfje naar de hand van Stef. Ene Stef. Nijland. Wie weet. Stef Nijland. Of Sam de Wit. Heel benieuwd. Ja, Sam kan het ook wel. Ik denk toch dat het Stef wordt. Komt-ie. Zo. En ja hoor. Je kunt er bijna de klok op gelijk zetten. Het is niet te geloven. Dat doet hij zo makkelijk. Heerlijke vrije trap. Keeper Mark de Vries opnieuw kansloos. Precies. 2-1. Zo komt DVS op een 2-1 voorsprong. Doelpunt te maken uit de vrije trap. Lekker, lekker, lekker. Stef Nijland. Het is een redelijk open wedstrijd. Had ik niet verwacht. Kijk. Dan gaat hij Luc weer. Luc de Kruis. En daar. Oh, dan moet Daan optreden. Ten koste van een hoekschop. Maar het zag er weer gevaarlijk uit. Ja, zeker. Beide kanten. Die de Kruisen, dat is wat hoor. Dat is echt Luc en Mark. Komt hij met een mooi dieptepaasje. Ja, aardige paas. Omar El Ghazouani. Dan gaat Nicky van Hilten weer. Dat vindt hij heerlijk. Zeer naar voren gericht. Rechtsback. Linksback in dit geval. Normaal staat hij rechts natuurlijk. Nicky van Hilten. Oh, mooi paasje hoor. Oh, wat lekker, wat lekker, wat lekker. Prachtige aanval, DVS 33. Maar wat goed gezien van Stef Nijland. Dat hij die bal op de borst paast naar Frank Olijven. Frank hoeft hem alleen maar in te tikken. Dat is echt zo'n mooi doelpunt. Geweldig. Het was dus Stef Nijland die scoorde. En Frank Olijven met zijn borst tikte. Van den Steenhoven.
Goed, kijk, dit is mooi hoor. Dit is goed. Luc de Kruis. Mikt op de kruising. Nou, goed. Scheidsrechter beslist. Zeggen we niks van. Deze week. Deze zaterdag. Benieuwd. Belangrijk moment. Ook voor Ter Leden. Om langs zij te komen. Maar bal in de muur. Gesmoord. Ali Akla. Maarten van Dijk. Omar El Ghazouani. Voorzet. Bijna Ali Akla. Maar goed gezien. Goed gelezen door de verdediger van Ter Leden. Gelijk storen van DVS. Oh, pittige overtreding. Gele kaart. Beetje consternatie in de buurt van Tarik Evre. Die kan beter maar weglopen nu, denk ik. Goed, van Ali Akla vastgehouden en door. Ghazouani, ruimte bij Lars Huber. Die krijgt hem ook in de hoek. De bal blijft hangen. Maarten van Dijk. Van Dijk. Oh, de keeper met de wereldredding. Goeie reactie van Mark de Vries. Tim van den Berg haalt weg. Omar El Ghazouani wilde omschakelen. Bal blijft voor DVS. Nu een overtal. 3 tegen 1. Met snelheid. Dit is Omar. Zoekt de vrijstaande Westerman. Maar die verspeelt de bal. Te ver van zijn voet laten afspringen die bal. Dat was zonde. Want daar was een 100% kans. Stef Nijland met de corner. Bijna in één keer ingedraaid. Het is... Hij schijnt daar doorspelen. Het was Jarno Westerman die hard probeerde binnen te schieten. Maar bal niet over de lijn, al dus de scheids. Nu is het Westerman. Kan Huber erbij? Ja, dat lukt. Weet hem ook mee te nemen. Bal naar Westerman. Nu kan hij op de goal af. Die moet hem gaan maken. Derde goede kans voor Jarno Westerman. Nu was het een ook goede redding van Mark de Vries. Van Hilton naar El Alblak. Dit ziet er mooi uit. Het is Nicky van Hilton naar Stef Nijland. Opening zoeken, maar hij vindt gewoon weer Nicky van Hilton. Die kan nu de 16 in. Bal naar binnen kappen. Ruimte bij Lars Huber. Gaat schieten. Door de benen. Dat leek of hij door de benen zou gaan van de keeper. Maar met de vingertoppie. Dat is wel jammer, op zich. Nee, hij en Jarno Westerman een beetje hetzelfde. Hè? De afwerking ja. Niet helemaal gelukkig. Klopt. Stef Nijland gaat daar weer diep. Lukt dat? Oh, wat laat hij daar weer even wat moois zien. Ja, het is al vaker gezegd, maar Stef Nijland houdt niet van lelijke doelpunten. Nu dan misschien weer. Aan een touwtje. Franco Olijven. Dit is wel heel erg leuk om naar te kijken hoor. Lars Huber zet iets te veel door. Kijk eens. Wat een hoogstandjes. Jongens. Wat worden we verwend. Ongelooflijk. Nou, ruimte. El Ablak. Jarno Westerman gaat weer mee. Nu wordt die bal. Jarno. Die bal moet er gewoon in. Prachtige paas. Sam de Wit. Dan gaat hij weer. Stef Nijland. En denk nu kies ik, schiet ik zelf maar. Ah, die keeper gaat groggy.
Helemaal knock-out. Niet leuk. Hij mag met zijn handen. Van de Kwaak. Interceptie, Westerman. Naar Lars Huber. Heel veel ruimte aan de andere kant. Nu dan Nassim El Ablak. Gaat op de goal af. Moet het gaan afmaken. Tikkie breed. En zo doe je dat. Stef Nijland krijgt hem van Nassim El Ablak. En het is 4-1 voor DVS. Wedstrijd beslist. Keurig uitgespeeld. Goeie voorassist. En niet egoïstisch van Nassim El Ablak. En zo is het een hat-trick dus voor Stef Nijland. En zijn de punten wel in de tas hier in Ermelo. Voor de microfoon, of voor de microfoon en eigenlijk de camera ook van DVS TV. Stef Nijland, man of the match. Van harte gefeliciteerd in ieder geval. Ja, dankjewel. Oké. Okay. Ja, voelt je wel lekker hoor, de laatste paar wedstrijden. Laatste vijf. Ja, het gaat lekker. We weten dat in deze ploeg, als het loopt, dan kan het ook echt als een trein gaan. Dat hebben we denk ik de eerste helft ook gezien. Ja, en dan voel ik mezelf gewoon lekker als er veel beweging om me heen is. En we hebben vertrouwen aan de bal. We spelen dicht bij elkaar. Ja, daar hou ik van, dat combinatiespel, zeg maar. En ja, je ziet dat de eerste helft dat er geweldig uitkomt. En dan kan ik zelf ook een goede wedstrijd spelen. Ja, en je hebt ook echt een heerlijk vrije rol, hè? Ja, al moet ik zeggen, ja. Dat klopt. Maar we roleren en heel veel op elkaar. We reageren heel veel op elkaar. Proberen in mekaars ruimtes te komen eigenlijk. En ja, eigenlijk ben ik altijd op zoek naar de bal, waar die ook is. En vanuit daar om dan verder te voetballen en diepte te kiezen eigenlijk. Dus ja, die vrijheid is er zeker. Wat mij ook opvalt, dat is dat je duelkracht langzaam maar zeker weer een beetje aan het terugkomen is. Terwijl je het eerste seizoen hier dacht van, ik moet een beetje uitkijken dat ik niet geblesseerd raak. En dan raak je juist geblesseerd. Maar nu ben je in de duels ook veel krachtiger geworden. Ja, je merkt dat een serie wedstrijden, dat is sowieso belangrijk. En dat heb ik afgelopen seizoen na de winter eigenlijk de hele lijn door kunnen trekken. En dit seizoen eigenlijk ook alleen na de winter heeft twee wedstrijden moeten missen vanwege een kuitblessure. Maar wedstrijden zijn gewoon belangrijk. 90 minuten en gas geven op de training. En dan betaalt zich dat ook uit inderdaad in explosiviteit. En op het moment dat je dat hebt, dat die voorwaarden goed zijn, dan kan je met vertrouwen voetballen. En dat is op dit moment het geval en ik voel me lekker dus. Precies. Je moet ook eens wat meer oefenen op vrije trappen volgens mij. Ja, zullen we dat samen een keer doen dan? Gaan we het samen een keer doen? Misschien leer ik er ook wel wat van, maar bijna elke vrije trap van je is gevaarlijk tegenwoordig. Ja, normaal gesproken schiet ik hem graag over de muur, maar in dit geval had de keeper wel een redelijk gaatje gelaten. Dus ik probeerde in de verre hoek en ging gelukkig binnen, ook cruciaal moment, 2-1. Want we begonnen natuurlijk geweldig aan de wedstrijd, 1-0 voor. Heel dominant. En dan krijg je toch echt een wereldgoal tegen, denk ik. Die jongen schiet hem gewoon geweldig binnen. En dan moet je wel opnieuw beginnen. En dan is het wel belangrijk hoe zo'n ploeg er eigenlijk op reageert. Ik denk dat we dat goed gedaan hebben. En de rest verloop van de eerste helft was gewoon hartstikke goed. Dat zijn wel jongens die bij ons ook zouden functioneren. De kruisjes. Was dat die was die? Ja, Luc en Mark. Ja, daar kan ik zelfs ook gewoon van genieten. Ja. Nou ja, het was inderdaad een geweldig doelpunt. En tot op dat moment had ik ook niet het idee dat hij zou gaan vallen aan onze kant. En wat ik zeg, dat zijn momenten bepalen wedstrijden. Je kan er goed in zitten en dan een moment en dan kan je toch een stukje wegvallen. Begin tweede helft is ook altijd zo'n moment van hoe kom je dan uit de kleedkamer. Nou, dan zie je dat er minder beweging is. Ook bij mezelf overigens blijf eigenlijk veel te lang aan die lijn hangen. En op het moment dat je er weer mee gaat bemoeien, dan kan je een overtal creëren. En dan krijg je weer de wedstrijd in handen eigenlijk. Dus dat zijn wel dingen, dat moet je ook herkennen als team. Ik denk dat we dat wel goed herkend hebben vandaag. Omdat we defensief als een blok wel gestaan hebben eigenlijk. Precies. Nou, heerlijk. Ga zo door alsjeblieft, want dan kunnen we nog heerlijk genieten. En de supporters ook. Ja, nee, ik geniet er ook enorm van, dus we gaan ons best blijven doen. Stefan de Geijter, hoe zag jij deze wedstrijd? Ja, ik denk dat we heel goed starten. Ik vond ons heel dynamisch. En als je kijkt helemaal naar de laatste paar wedstrijden tegen Staphorst, Volendam, tegen Urk... Ja, vind ik dat wij wel weer goed positiespel op de mat neerlegden. We waren, wat ik al zei, dynamisch, bewogen veel. Konden goed de bal van A naar B pasen. Maar ook gewoon, we hielden het simpel voor onszelf. Waardoor we heel bepalend waren in wat er gebeurde. Dit is ook duidelijk een andere tegenstander dan, je noemde net het rijtje al, Staphorst, Urk, Harkemaarse Boys. Dat zijn toch drie
ploegen die zo onvoorspelbaar spelen, dat daar moeilijk op in te grijpen valt. Maar dat was vanmiddag dus niet het geval. Nee, minder. Je ziet wel dat hun teleden, waarvan ik vind, ja, gewoon vanuit achteruit durven in te schuiven, wel gewoon proberen te voetballen. Dat ligt ons wat meer natuurlijk dan het fysieke Staphorst, Volendam en Urk, die ook uit andere vaten kan tappen dan het voetballende gedeelte. Dan zie je ook wel dat hun tot een bepaalde fase, dat ze ook gewoon prima kunnen voetballen te leden. Maar dat ligt ons ook wel wat meer, want we kunnen wat beter tussen de linies zelf komen en ook wat zelf beter aan voetballen toekomen. Terwijl ik vind de tweede helft is het eigenlijk vanuit een omschakeling wat wij aan het doen zijn, waardoor wij gevaarlijk worden eigenlijk. Maar ja, je ziet wel aan de bal konden het op zich ook al prima tot rond de 16 eigenlijk, waar wij ook vaak genoeg tegenaan lopen. Ja, want we hadden het bij DVS TV over gallery play, maar dat leek er wel een beetje op in de tweede helft. Ja, fases. Ik vond het niet helemaal dat het altijd gallery play was. Ik vond wel dat we een paar keer heel goed de ruimte achter hun laatste linie gebruikten. En dat kan ook natuurlijk hartstikke goed met Jarno met diepte, maar Omar ook een paar keer goed. Maar ook wel met Nicky of Stef of Lars Hubbel of Maarten die dat zelfs deden. Dus dat was wel heel fijn, waardoor we niet afhankelijk waren van één of twee personen die dat deden. En daardoor werden we gewoon heel gevaarlijk. Maar ik vind wel, bij Vlagen vind ik dat wij niet heel bovenliggend waren. We gaven niet veel weg, maar we waren ook niet heel bepalend in de tweede helft aan de bal. Vond ik dat wel wat beter kon ook. Vroeger hadden we een supporter hier, een vaste supporter. Hij is inmiddels overleden, maar die schreeuwde altijd naar voren. En nu hoor ik jou thuis aan. En nu hoor ik jou dat ook behoorlijk vaak zeggen, schreeuwen. Ja, klopt. Opgegroeid met Tarzan natuurlijk, hè. En dan moet je dat een beetje overnemen als hij er dan niet meer is. Nee, gekkigheid. Maar dat is ook wel waar we voor willen staan en waarvoor we moeten staan als DVS zijn. Dat we hoog willen gaan spelen, dat we dat druk naar voren willen geven. We willen gewoon bepalend zijn aan de bal, maar ook zonder bal. En hoe verder je komt eigenlijk in de competitie, hoe beter dat moet gaan worden. Alleen komen ook andere dingen kijken, hè? Conditioneel, et cetera. Van waar kom je vandaan en hoe goed kan je dat volhouden? Ja, daarin zie je wel van, als je dat doet, dan moet je ook wel echt ingrijpen soms. En dan kan het niet zo zijn dat je, als je ze hebt waar je ze hebben wil, dat je ze eruit kan laten komen. Ja, want als je dat wel doet, dan kost je enorm veel energie. En dat zie je ook een paar keer. Komen hun er dan toch uit, ja, dan worden die ruimtes ook heel groot. En dan maak je het best wel moeilijk voor jezelf. Ik vind dat we daar nog wel een stapje in kunnen maken en in moeten maken als we echt iets willen. Maar waar ik vooral enorm blij mee was, wat we lieten zien aan de bal. Dat vond ik echt top. Dat was heel goed. Heel dynamisch. Maar bij balverlies moeten we dat wel iets beter af gaan stemmen. En ook wat dichter bij elkaar komen. En dat deden we tweede helft verdedigend wel veel beter, vond ik. Bleven we wat dichter bij elkaar spelen. We gaven minder ruimte weg. Waardoor we ook de tegenstander wat moeilijker aan voetballen toekwamen. Volgende week Rijnvogels. Dat was jouw eerste wedstrijd als coach. Eindverantwoordelijke. Uit werd het 2-4. Volgende week Rijnvogels. Interessant duel weer. Ja sowieso. Voor de stand interessant. Goede tegenstander. Dus elke wedstrijd is interessant nu voor ons. Aangezien we 5 finales nog spelen. Want we willen uiteindelijk glans geven aan dit seizoen nog. En wij willen nog laten zien dat we die laatste 5 wedstrijden nog ergens om willen voor blijven spelen. En dat is wat we willen doen. En daar gaan we volle bak voor. En daar is resultaat belangrijkst voor. En dan, of het dan het liefst met mooi voetbal. Maar uiteindelijk gaan we nu volledig voor resultaat. En gaan we voor elke winst spelen om ervoor te zorgen dat we nog glans geven aan dit seizoen. Maar Rijnvogels, ik moet wel even op terugkomen. Het was niet mijn eerste wedstrijd, want het was te lenen natuurlijk. Maar die week heb ik helaas niet kunnen trainen. Tegen Rijnvogels was het meer misschien de hand van Stefan. Hem wat het hoge druk geven en het druk zetten vooruit. Daar kan ik me wel in vinden. Maar het was niet mijn eerste wedstrijd te lenen, daar 2-2. Dus, Oké, heel veel succes verder. En de komende 5 wedstrijden dan. Ja, dankjewel.